Dat zijn filmen, stuit er, hè? Heb je de problematie met wat veel helemaal behoven? Ik dacht dat het altijd een rol voor de plek hebben. Hé, maar kom er ook op, maak het op. Wat op de kop. Oh, dat een moes. Wat kan ik zeggen? Ik heb een Thank you.
Ik wens jullie allemaal een schone proclamatie. En we gaan zo meteen beginnen. En ik wil het woord geven aan wethouder Peter Pusjes, onze lokale burgemeester. Beste vorst, dat heb ze goed gezegd, maar ik dacht dat ik me het vorig jaar al geproclameerd tot onechte burgemeester van uw stad. Ja, van vaak plus meneer, dat moest ik zelf doen. Hoort vorig jaar ook al, hè. Maar ik heb nog een mededeling door, ik sta hier voor de 15e keer. Tadaa. Is wat te horen, niet iedereen even blij met. Ik heb ook zo net met José van Aggelen even gesproken, stuit nu te lachen. Maar ja, dat heb ik dan vooral gehouden. Die woont niks meer goed wat de gemeente deed. Dus, maar dat wordt toch een hele opsterker voor mij. José, bedankt voor deze mooie woorden. Ik zal ze verder niet herhalen. Hè. Maar we zijn nu hier voor de prins te proclameren. Prins Bas, prinses Suzanne. Jeugdprins Dirk, moet ik even goed kijken. Dirk. En jeugdprinses Dirkje, ja dat is ook even lastig, maar wel heel leuk dat ze niet meer namen genoeg net hebben. Ik geef u bij deze officieel namens het gemeentebestuur de macht over voor deze 3 dagen in Nieuwstad op zondag, maandag en dinsdag. Dit zijn de nieuwe machthebbers voor de 3 dagen. De eerste jubilaris die Geer naar voren wil hebben is André Niese. Eenmaal 11 jaar oud prins. André, is Yvonne ook erbij? Yvonne, wil ze ook even naar boven komen? En we zijn blij en greuts op mensen die de vaste loven een groot hart toedragen. Doe best de einde van en we willen dat ook waarderen. 1 keer 11 jaar Noordien Prins aftreden en daar hebben we een schoon medaille voor. En dat wil ik laten omhangen door onze hoogheid Prins Bas. Voetenleers! En naast de medaille zit er natuurlijk ook een oorkonde bij. En dan mag hoogheid Bas ook in verhandigen. De voetenleers Nieuwstad. Oorkonde van verdiensten. Uitgereikt aan André Niese. Voor 1x11 jaar oud-prins. Nieuwstad 11 februari 2018. Prins Bas ten eerste en prinses Suzanne. Proficiat. We hebben ook een tweede jubilaris en ik wou Geer, Pim van Braak en Sonja hierboven hebben. Goedemorgen Pim en Sonja, schoon dat je ook erbij zit. Ik heb jubileum vandaag. 2 keer 11 jaar oud prins. Ik heb begrepen dat ze op jeugdige leeftijd op prins wordt. Dat is niet voor vuile weggelacht in ons dorpje, maar toen wordt het wel. Het zit weer in de genen. Pa wordt ook al bij de vastelovensvereniging. En nu hebben we allemaal gezien, de zoon Dirk, hoe ben je? Ook al met de genen besmet, is het kind niet met ze huldigen. En wij kunnen dat beter doen dan zijn eigen zoon Dirk. Voetenleers! Dan bij je medaille hoort natuurlijk ook een oorkonde. De voetenleers nu staat. Oorkonde van verdiensten, uitgereikt aan Pim van Braak, voor 2x11 jaar oud-prins. Nieuwstad, 11 februari 2018. Prins Bas ten eerste en prinses Suzanne. Van harte gefeliciteerd, Pim. We horen natuurlijk ook een puske bloemen mee. Ik kan eigenlijk niet zeggen dat Pim vaak alleen gaat en dat Suzanne of Sonja heel veel alleen zit. Sonja is er eigenlijk altijd bij. Dus ze zijn samen op stap en ze gaan samen carnaval vieren. Prachtig paar. Sonja, dich ook van harte gefeliciteerd. En er hoort natuurlijk een bloemke bij, aangeboden door Dirk.
Datgene waarvoor we echt gekomen zijn, het hoogste van het hoogste, de proclamatie, uitgesproken door prins Bas de Neeste. Voetelaars en voetelarinnekes, Nieuwstad, 11 februari 2018, de verjaardag van oud-prins Jacques de Neeste. Hier staat voor u, gekozen door de wijze raad en de vorst der voetelaars. De prins van alle voetelaars, Bas de Neeste. Opgeruid op een Nieuwstad, in een richtig Nieuwstads Steltenes. Zoon van Pierre van Jean van Stelten en van Marij van Leeuwenholte. Trouw aan mijn Suzanne, nu mijn prinses, maar bovenal mijn vreuke. Leefhubber van mijn oogappeltjes, Bram en Rick. En pijndonk van de allerjongste voetler. Ik sluit dan ook af met mijn motto. Vastelavond vieren ze samen met iedereen, oud en jong, groot en klein. Leer vastelavond, vriend. Voetlers, alaaf! Nieuwstad, alaaf! Hoi vastelovenschekken, het is eindelijk zoiets. De vette vastelovenstiet. Deze kerel hier, ik dus, prins Dirk de Eerste, zal ik zeggen dat de jeugdprins zal worden, stond vast bij mijn geboorte in 2007. Het wordt om precies te zijn op vastelovens dinsdag om 11 uur voor 4 dat ik bij mijn man naar boete kwam loeren. Voor Sef, de tweede, orakelde toen als zorgens op een mer dat ik hier zal staan, over 11 jaar. En dat is nu. Ik hou al gezag, ik jeugdprins Dirk de Eerste. Een heel gelukkig kind uit een vastelovensfamilie. Mijn pap is een oud prins en oud jeugdprins, Pim de Eerste. Hij is geboren in een voetengezin van voor en achter het spoor. Opa en oma horen lid van de Rood van 11. En mijn peetant, hoi jeugdprinses, Peggy. Mam, Sonja, al jaren getrouwd met Pim, wordt vroeger immerlid bij de Miaantjes. En hij heeft van opa en oma de vaste losjes binnengelepeld gekregen, bij Jaan en Mia van Hoebe in de stal. Oh, ho, Dirk, nu ben ik aan de beurt, want ik ben een meisje en prinses nog wel. En in deze tijd van MeToo zijn meisjes echt niet meer taboe. Ik ben prinses Dirkje. Heel veel luisteren, ik Dirkje en Dirk als vergeten, maar dit is Dirk Zongerje en dit is Dirk met je, Dirkje. Ik ben bijna 11 jaar en mag geen zin van kom zien. Wie is Sylvia en je vrienden op de eind. Toen is al bijna 11 jaar de jongste en dus de baas. Normaal komen mijn broertjes, Maarten en Jeroen. En natuurlijk man, Karjanne. En geboren Pio Haas, en getogen in het Zoogse Bokkeriek.
om mam zijn oom Jeu in 1946 prins wordt. Mam is getrouwd met pap en de voeteleer. Remon, eeuwig gekroond tot Heurepaard. En ook heel vroeger een lid van Jaan en Mia, oftewel Miaantje. Binnen 11 jaar ben ik alvast geloofenschap. Binnen 11 jaar lid van Zaterdam Linnon. Mijn prinselijke stedelijk aan de Schoolsloot. Mijn prins was lovenschrikjes van Spik en Span en van Paul Jeunesse. Turnkeizerin Biswentibold. Schoon heel graag en helpt tegen alle tennisbaan. Clipmaster op de Musical.ly app. En een richtige stuiterbal. En dat niet alleen met carnaval. We sluiten aan mijn avondmiddels motto. Met de trommel en de treut in de hand maken we samen spas in de voetenlijn. Tres à la haaf. Liefste. Ja, geef ze een groot applaus, ze hebben het verdiend. Dan wou ik nu aan de chanterie vragen om een stukje muziek te blazen. Aan iedereen te bedanken die hier aanwezig was voor de muzikale ondersteuning van de chanterie en de harmonie. En wil ik iedereen uitnodigen om de tijd gezamenlijk met ons mee te gaan naar de voeteltempel om een klein stukje te free shoppen en om samen nog een glaasje bier of een tasje koffie te drinken. Ik open deze drietolle dag na het hijsen van de vlag door onze hoogheden met een driemaal krachtig voeteleers. Allah! Nu staat! Allah! Limburg, Allah!